Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast Adriaan Rijkens. Adriaan, jij bent CTO, oftewel de technische man van Warp Industries. Je hebt een grote bril bij je. Dat is correct, ja. Zeg waarschijnlijk iets over wat jullie doen. Wat doen jullie? Wij maken 360 graden video interactief, maar focussen ons geheel op het interactief maken in virtuality. Dus je moet denken, als we zeggen interactief, aan non-lineair. Waar je nu eigenlijk een 360 graden video lineair kijkt van, weet je, 0 tot 2 minuten. Ben jij eigenlijk bij ons, als je door onze software bent gegaan, ben jij zelf aan zet om te bepalen waar de video naartoe gaat. Geef eens een voorbeeld daarvan. We zitten zelf, maken gebruik van onze software en zitten in de trainingsindustrie. Dus wij maken trainingen. Denk bijvoorbeeld aan een training die we voor de brandweer hebben gemaakt. Je staat in een brandend huis. Wat doe je? Ga je de brandweer bellen? Of ga je eerst jezelf redden, het huis uitkomen? Dat zijn vragen die ook als je daar een reactie op geeft, ook een consequentie hebben. En die consequentie is heel interessant, want daar leer je van. Dus wat gebeurt er dan in dit specifieke voorbeeld? Verplaats je eventjes in degene die dus de bril op heeft. Wat zijn de keuzes die je moet maken en wat gebeurt er dan? Iemand zet de bril op en bijvoorbeeld een van de scenario's is dat je wakker wordt en je vrouw naast je wordt wakker en die ruikt wat en die zegt we moeten wat doen, want er is iets van mis. En dan moet je een keuze maken. Dus dan kan je een selectie maken. Je hebt interactieve elementen en dan kan je zeggen van oké, we gaan nu de brandweer bellen of we gaan nu snel het huis uit. En in dit scenario kan je ook nog de keuze maken van heb ik wel of niet een brandalarm bijvoorbeeld. En als jij de brandweer gaat bellen en je hebt geen brandalarm in huis, is het al heel snel voorbij. Dus je moet eerst jezelf in veiligheid brengen voordat je gaat bellen. Maar hoe doe je dat dan als je die bril op hebt? Hoe maak je die keuzes? Het is door naar te kijken. We maken het zo simpel mogelijk, de technologie. Dus het is alleen door, je kan rondkijken in virtuality. Ja, helaas kunnen we dat niet overbrengen. Dat kun je laten zien, maar je hebt een heel klein puntje voor je. Zoals je met een muis hebt op het scherm. En door gewoon over een interactief element heen te gaan, kan je iets selecteren. Het is zo eenvoudig dat als je het eens hebt gedaan, dan kan je eigenlijk alle interactieve elementen gebruiken in onze trainingen. Je zegt, we gebruiken het voor trainingen. Ja. Wanneer is jullie technologie het meest waardevol? Het is het meest waardevol als je emotie ermee wil opwekken. En dat is, ik denk dat het sterk van virtuality is dat het een hele krachtige tool is om emotie op te wekken. Dus dat kan emotie zijn waar je echt je heel erg angstig kan voelen, heel erg bedreigd of je kan juist een hele positieve emotie oproepen. Het interessante is namelijk, in VR heb je echt het gevoel dat als bijvoorbeeld iemand op je afloopt, dat hij in je persoonlijke ruimte komt. Het is eigenlijk de werkelijkheid, alleen dan dus virtueel. Dus dat is natuurlijk ook wat de naam is. Ja. Maar dat is ook wat je echt ziet. Mensen gaan echt op in die andere wereld. En de kracht daarvan is met die emotie, en dat gebruiken we nu voor trainingsdoeleinden, is als jij in een angstige situatie komt, dan leer je veel sneller, veel beter, veel effectiever, als dat gevoel niet wordt opgewekt. Dus als jij op een plat scherm een filmpje kijkt over een brand ergens, dat wekt niks op. Maar als jij dus zo'n bril opzet, dan zit je opeens midden in dat scenario. Ja. En dan wordt het opeens echt realistisch. En krijg je ook echt, als je dan een fout maakt, krijg je echt de consequentie te zien. En komt dat heel heftig bij mensen over. Wat heel erg positief is, want dat betekent dat ze in het echte leven wellicht die fout niet zouden maken en hun eigen of andere mans leven zouden redden. Nee, nou was VR was echt hot 2-3 jaar geleden. Dan had iedereen het erover. Ik heb het idee dat daarna de hype een beetje in de luwte is gekomen. Toch zijn er heel veel bedrijven mee aan de gang gegaan. Waarin onderscheiden jullie je van al die andere makers van VR-toepassingen? Ik denk dat wij zijn ook begonnen met te kijken van wat kan je nou allemaal met VR. En wat wij snel hebben geïdentificeerd is dat goede VR maken is best moeilijk. Ja. Dus die realisatie heeft ons gebracht van hoe kunnen we het eigenlijk makkelijk maken. En niet alleen voor onszelf om goede VR te maken, maar juist ook dat anderen dat kunnen doen. Ik denk wat ons echt onderscheidt is dat wij software maken die het echt heel makkelijk maakt voor de gebruiker om een hele engaging VR-ervaring te creëren. Ja, het gaat veel meer om het maken, produceren exact. Van VR. Ja. En het,
Is het dan relatief toevallig dat jullie nu gekozen hebben voor cursussen en dat soort zaken? Want die techniek is denk ik overal voor. Het is niet toevallig. We hebben heel bewust die keuze gemaakt. Want we zagen eigenlijk direct trainen als een hele interessante toepassing. Ook voor ons als start-up zijnde als een interessante tak van sport waar we onze software konden verkopen. Want we konden heel snel laten zien van dit is de toegevoegde waarde. Ja. Dus echt business to business. Dat je naar een bedrijf gaat en zegt van dit zou je mee kunnen doen. Ja, en als je dan zegt we maken het makkelijk hè, om het te maken. Ja. Kun je dat duiden? Want ik weet aan het begin, drie jaar geleden, weet je wel, was je daar eindeloos mee bezig en hartstikke duur. Stel, ik ben in een ziekenhuis en ik wil verpleegsters trainen, ik zeg maar wat. Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig? Wat hebben jullie veranderd in dat proces? Nou, het belangrijkste is dat we de technologie, het maken ervan, dat hebben we niet meer als het probleem. Dat is geen probleem meer. Dat hebben we weggenomen als het probleem. We hebben al bewezen dat wij kunnen een dag een training maken. Dus de technologie is niet het probleem. Het enige wat nog tijd kost, is als jij een verpleegster zou zijn en je zou een training willen maken, is het waar je het meeste tijd mee bezig bent, is om die training in elkaar te klikken. Uit onze software komt vervolgens een script en daarmee kan je het opnemen. Ja, je moet eigenlijk je script bedenken zetten. En je moet vervolgens daar de structuren aanbrengen. Ja. Ja. En ook daar gaan we nu ook steeds verder in om het makkelijker te maken voor de gebruiker om dat script te kunnen maken, dat het ook van hoge kwaliteit is. Oh, jullie moeten dus noodgedwongen eigenlijk in deze fase nog een aantal dingen doen, want je moet eigenlijk eerst nog het evangeliseren doen. Exact. Mensen uitleggen van waarom het een goede toepassing is. En daarna moet je ze helpen, oké, als je dat dan wil, welk verhaal wil je vertellen en hoe gaan we dat dan doen? En daar helpt onze. Eigenlijk zijn jullie voor het laatste stukje, maar noodgedwongen moet je nu eigenlijk een hele traject nog door met partijen. Nou, wat we eigenlijk doen is dat wij klant van ons eigen platform zijn. Dus doordat we klant van ons eigen platform zijn, we bieden een service aan bedrijven dat we een training voor hun kunnen maken. Maar met het geld wat we daarmee verdienen, dat investeren we in ons platform. Dus dat is mooi, want daardoor hebben we ook nog geen investeerders nodig gehad. En hebben we al een heel mooi platform kunnen opzetten. Maar wat we ook al zien, is dat we zitten eigenlijk in ons derde jaar als start-up zijnde. Dat we nu ook tractie krijgen met partijen die alleen maar onze software gebruiken. Dus we hebben al partijen, en dat gebeurt al wereldwijd, die gebruik maken van onze software. Dus waar wij helemaal niet meer. En dat is jullie eigenlijke doel, toch? En dat is ons eigenlijke doel, ja. Om juist mensen te helpen om die VR-content dus over de bühne te krijgen. En dat op een makkelijke manier. Ja, waarom ben je er zo enthousiast over? Ik vraag het ook, want ik denk dat het was 2 jaar geleden in Austin op Zuid-Zuidwest, dat alles VR was. Ja, toen waren alle grote partijen. Iedereen en ik. En weet je, ik heb het allemaal bekeken en er zaten hele leuke dingen tussen. Weet je, ik kan me helemaal voorstellen dat een makelaar, weet je, dat je in VR door een huis kunt lopen. Ja. Als je geen tijd of zin hebt om erheen te gaan of het is te ver weg. Ja. Een aantal cursussen, maar er waren ook heel veel dingen waarvan ik dacht, weet je, allemaal net niet goed genoeg, net niet smooth genoeg, toch het effect dat je verdraagt het niet heel lang aan je ogen, dat was ook nog heel erg zo, weet je, na een minuut of 6, 7, weet je, best wel een beetje gedesoriënteerd. Mm-hmm. Ja. Veel problemen, wat fascineert jou zo in die VR? Ik zie het, om zo te zeggen, die Amerikanen, dat is wel mooi, die hebben altijd zo met een nieuwe technologie van this is going to change the world, this is going to revolutionize. Dat vind ik op zich ook wel heel mooi. Ik ben ook nu een aantal keer geweest aan die West Coast en heb daar met heel wat van die mensen mogen spreken. Dat is heel inspirerend. Maar ik kijk er dan natuurlijk als Nederlander ietsje nuchterder naar. Ja. Wat mij fascineert is het feit dat je echt getransporteerd wordt naar een andere plek. En dat het eigenlijk al met een mobieltje mogelijk is. Dat het eigenlijk zo toegankelijk is geworden. En natuurlijk, nu, wat je nu ziet, is er komen steeds hoge kwaliteits headsets uit. Waardoor je ook het veel beter verdraagt. De kwaliteit van de virtual reality wordt ook beter. Want ik ben bijvoorbeeld totaal geen fan van een rollercoaster. Daar worden heel veel mensen misselijk van. Ik word er zelf misselijk van. Verschrikkelijk om de achtbaan, als mensen dat laten zien. Je kan zulke mooie belevingen laten zien. Maar het is voor mij, hoe ik er naar kijk naar de technologie, is ik zie het meer als een, wat ze noemen, omnichannel. Je hebt gewoon verschillende kanalen die je kan inzetten. VR is er eentje van. En dat kan dan
binnen het trainingscontext zijn. Dus dat je zegt van we hebben classroom training en we verrijken dat met virtuality. Of we zetten een virtuality trainingscorner op. Dat kan je doen. Maar ook bijvoorbeeld binnen marketing kun je zeggen van we hebben enerzijds onze normale offline campagnes. Maar we gebruiken ook VR als kanaal. Ik sta er niet zo in dat VR per se alles gaat veranderen. Maar ik zie het wel gewoon als een heel interessant ding. En persoonlijk ook nog, ik game thuis. Ik game in virtuality. Ja, ik heb wel al jaren niet meer gegamed. Eigenlijk sinds ik studeer niet meer. Maar gamen in virtuality is echt fantastisch. Ja, dus, ja. En daar zie ik ook echt een gigantische markt. Kijk, wij zitten meer in de serious gaming kant. Natuurlijk niet met trainingen. Wat ook interessant is. Maar bijvoorbeeld gaming gewoon voor kinderen is ook is het een fantastisch medium. Ja, speel jij tot in de late uurtjes? Nou, op dit moment speel ik Lone Echo. Dat is dat je een robot in de ruimte bent die je mens moet helpen. Want er is bij Saturnus, waar je aan het minen bent, is er een of ander zwart gat ontstaan. En dat is heel spannend, moet ik zeggen. Heel spannend spel. Ja. Maar dat is ook echt in VR, weet je, dat komt er echt bam binnen. Het interessante is dat ook dat het... De kleinste dingen zijn interessant om ook gewoon te doen in VR. Dus het is een heel ander medium als een plat scherm. Dus wat je ook ziet in bijvoorbeeld als het om games gaat, is dat je een heel ander soort van games eigenlijk moet ontwikkelen. Wat je ziet is de grotere studio's begrijpen soms VR nog helemaal niet. Die denken van, we porten een game even naar VR. Maar het gaat er juist om dat je helemaal dit als een nieuw medium ziet en daarop ontwikkelt. En dat is wat nu ook wel langzaam gebeurt. Want je had net over van, 3 jaar geleden was een beetje hype. Wat je nu ziet is wat naar beneden gegaan misschien qua weet je, in de media, maar... er komen ook nu nieuwe headsets uit. Zeer waarschijnlijk 1 mei heeft Facebook-conferentie, de Oculus Go. Ja. Voor $200 heb je al een hoge kwaliteits VR-ervaring, zoals deze. Dus de mobile VR. Maar ook volgend jaar zullen ze ook zonder draden, dus draadloze headsets uitbrengen, waar je ook je handen kan gebruiken. Dus het staat eigenlijk nog heel erg in de kinderschoenen, maar je ziet wel een groei. En dat is het interessante. Je ziet wel groei ook in het gebruik. Ja, het is bijna de klassieke hype cycle van Gartner. Ja. Dus weet je, die piek hebben we gehad van de overdreven verwachtingen. En je gaat nu dat plateau op van gewoon normale, stabiele groei. Ja, exact. Ja. En dat zie je ook eigenlijk als wij dan... Wij moeten trainingen gebruiken om te bewijzen wat je met VR kan. En met ons platform kan. En wat wij ook zien is dat we echt richting de... scope of enlightenment gaan. Daar zitten we op, maar richting de plateau of productivity, om het goed te zeggen. Ja. En dat is waar je echt laat zien van dit is van toegevoegde waarde. Dus we hebben dat al in pilots laten zien, maar we zien nu ook dat partijen echt gewoon zeggen van wij gaan echt onze mensen hiervoor trainen. Ik zag dat jullie best prominente klanten hebben. KLM. Wat doen jullie bij hun bijvoorbeeld? Ja, sowieso om te zeggen, wij zien ook onze klanten als een soort van partners. Ja. Want het is heel gaaf om te zien dat bepaalde partijen echt de guts hebben om met nieuwe technologie te beginnen. Maar niet alleen om zichzelf mooier te maken, maar ook echt om het in te zetten voor mensen, om dat mensen beter te maken. Ja. Maar voor de KLM, dat is dus zo'n partij, zijn we nu bezig voor maintenance, voor het onderhouden van vliegtuigen. Daar zijn we een 60-tal training voor aan het maken. Voor alle vliegtuigtypes, van hoe moet je een vliegtuig onderhouden. En dat is wel leuk, want bijvoorbeeld een van die trainings dat je de flaps even als monteur omlaag moet zetten. En dan word je eigenlijk in VR word je heel erg naar die cockpit wat je geloodst. Zo van gelijk aan die cockpit en die flaps omlaag. Maar wat je eigenlijk moet doen, je moet eventjes om je heen kijken. Er staat nog een laddertje bij de vleugel. Moet je even weghalen. Ja. En het interessante daar weer van is dat het een hele... veilige omgeving is om dan te leren, want je mag dan een fout maken. Ja, in dit soort trainingen heeft het bijna de vorm van een simulator natuurlijk, die ze in de luchtvaart heel goed kennen. Voor piloten doen ze dat natuurlijk al ongelooflijk lang. En trainen ze mensen op situaties die er ook eigenlijk wat het gebeuren. Is natuurlijk in training, hè? Ja. Ja. Maar het grappige is dat je afgelopen jaar hebt gezien, en daar zijn jullie ook een voorbeeld van, dat VR was wel succesvol, maar heel erg in de business to business. Hè. Van het begin af aan kreeg je al die voorbeelden van mensen met pleinangst. En, weet je, hele waardevolle en logische toepassing is. De massa, de grote publiekstoepassing hebben we nog niet gezien. Jij zegt van ik ben nu al aan het gamen en ik zie gewoon dat is iets anders, dat wordt iets anders. Ja.
Ja, ben je ervan overtuigd dat die combinatie van dit met wat Facebook wellicht gaat aankondigen, dat VR nu naar een massapubliek toe gaat? Ik ben er zeker van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Ik kan natuurlijk niet de toekomst in kijken, nee. Ik heb geen glazen bol. Maar als ik gewoon zie hoe mensen reageren op VR en ook op de echte hoge kwaliteitservaringen, dan is het bij mij geen twijfel dat niet groot gaat. Toch moet ik denken aan een verhaaltje wat Vincent Evers mij was verteld. Het is van een tijdje terug, maar ik vond het wel een interessante constatering. Hij zei, wat ik zie bij VR is, hij zegt, ik zet het op bij die mensen en ze zetten die bril af en ze zeggen allemaal fantastisch, maar ze zetten hem allemaal niet meer op. Ze zijn heel erg onder de indruk van het eerste wauw-effect, zeg maar. Ja. Maar het is althans, op dat moment toen ik me sprak, hoor, misschien is het nu anders, maar het beklijft niet. Ja. Gaan we daar ook nu een andere fase van in? Ik denk het wel. Als je gewoon kijkt naar, sowieso als je even naar de andere technologieën kijkt, het is echt een leerproces hoe wij omgaan met technologie als mensen. Ja. Mensen kunnen slecht tegen verandering. Want ik ook zelf. Ik bedoel, ik zit dan misschien ietsje verderop omdat ik al zoiets in huis heb. Ja. Maar ik zelf ben daar ook in meegegaan. In bijvoorbeeld als je naar een smartphone toe ging, hoe je een smartphone gebruikte. Als je kijkt naar hoe je 10 jaar geleden je smartphone gebruikte en nu, dan zul je waarschijnlijk ook bij jezelf een giga leerproces hebben gezien. En eigenlijk dat je dingen nu op je smartphone doet waarvan je nooit had gedacht dat je dat zou doen. Ja. Waar je eerst het alleen maar gebruikte om wellicht te bellen. Of de sms'en, omdat je dat gewend was op de oude Nokia. Ja. Dus het is gewoon een proces met technologie om langzaam daar doorheen te breken. Omdat mensen echt denken van, oh wacht eens even, oh, staat dat er ook op, kan dat ook? Dus het is gewoon je moet door de gewoonte heen. Nee, je moet het echt leren. Je noemt het voorbeeld, ik gebruik het ook wel eens. Heel treffend, ik weet nog goed dat de iPhone uitkwam. Die moest ik hebben, wij allemaal, al voordat die in Nederland verkrijgbaar was. Maar mijn BlackBerry deed ik niet weg. Ik zei, die iPhone is hartstikke leuk en ik vind het fantastisch, ik ga ermee experimenteren. Maar je kan er niet op typen. Ja. Want typen op touch. Ja. Kansloos. Ja. Dat ga ik nooit doen. Ja. Zei ik echt. Ik heb mijn BlackBerry ook echt een jaar gehouden, want die toetsen. Ja, dat is fantastisch. Je weet natuurlijk, je leert het gewoon. En, ik zou niet weten waarom het niet. Zo werkt het, wat jij zegt, eigenlijk ook met dit soort dingen. Ja, het is gewoon hartstikke nieuw. Het is hartstikke nieuw. En het meest interessante vind ik wel, als ik gewoon naar de technologie kijk, is dat het er gewoon is. En het kan worden gebruikt. En je kan er echt hele interessante dingen mee ervaren. Ja, en kun je mij dan nog eens uitleggen, want ik kom zelf ook uit de televisiewereld en de videoproductie. Wat is nou echt het verschil en het onderscheid tussen wat jij steeds zegt, hoge kwaliteit VR, wat ik niet veel heb gezien, eerlijk gezegd. Ja. En die bekende, weet je wel, gimmick-achtige dingen die we natuurlijk allemaal zien. Wat heb je nodig om echt een hoge kwaliteit VR te maken? Nou, dat komt ook weer een beetje natuurlijk terug op wat wij dan doen. Want als je hebt twee richtingen stromingen in VR. Je hebt de 3D-stroming, je hebt de 360 graden videostroming. Wij zitten meer op de 360 graden videostroming. Omdat het ook eigenlijk in ons oog veel realistischer is om 360 graden video te doen. 3D kan je ook hele mooie dingen mee doen. Maar om hoge kwaliteit te creëren, als het gaat om 360 graden video, wat we gelijk zagen met 360 graden video is, als het lineair is, is het heel erg verwarrend als je in VR zit. Want je gaat door een video, maar er gebeurt van alles om je heen. Dus je moet je ervoor zorgen dat de persoon zelf eigenlijk de controle behoudt van wat hij wil zien en daardoor zich iets gemakkelijker voelt in Want jij bent niet lineair, terwijl je omgeving wel. Je omgeving is helemaal lineair. Ja. En op zich zijn we het qua televisie, weet je, Netflix, zijn we het allemaal gewend dat alles lineair is. Maar dat non-lineair, dat zien we echt wel als ook al iets wat opkomt. Dat men wel veel meer in controle zijn van wat ze doen, wanneer ze wat zien. En dat doen wij ook met 360 graden video dan. En daardoor wordt de ervaring ook veel fijner en prettiger. Daarbij gaat het ook om hoge kwaliteit, gaat ook over echt filmen met het idee dat je in 360 graden video zit. Dus dat betekent ook dat je gebruik maakt van de omgeving, zoals ik net in die training aangaf. Weet je, maak grapjes erin, hele serieuze grap, maar van dat er iets achter je zit en dat je dat bij wijze van zou kunnen negeren, maar dat het een consequentie zou kunnen hebben.
Dus dat kan je ook in de marketing, zou je dat ook kunnen toepassen. Dat er maar dan even heel plat gezegd, hè? Je zegt non-lineair, ja, een video speelt af. Ja. Of niet. Ja. Ja. Leg me eens uit hoe je dat dan technisch voor elkaar krijgt, om non-lineair in een video te zitten. Nou, dat is, je maakt eigenlijk een scenario, wat we noemen, en dat is eigenlijk een boom van keuzes. Ja. En je zegt van, je kan naar links of je kan naar rechts gaan. Ja. Je kan dit antwoord geven of dat antwoord. Ja. En op basis van die boom, wat begint we maken, eigenlijk, ga je een andere route in. Ja. En wat onze software vervolgens doet, is als je die hele route hebt uitgestippeld, komt er eigenlijk een script uit voor de filmmaker, wat hij vervolgens kan filmen. En wat we vervolgens zien, is dat men binnen een dag kan die een hele interessante 360 graden film maken, die dus interactief is. En de hoge kwaliteit zit ook in de camera's waarmee men werkt. Dus je hebt meer consumentencamera's die heel interessant zijn om mee dingen uit te proberen. Maar je ziet dat er steeds meer ook hoge kwaliteits camera's op de markt komen, die in zekere zin nog al best betaalbaar waren. Want je had een Nokia Pixel, die was volgens mij 40.000 euro die uitkwam. Maar je hebt nu al een Omni Pro die dan voor 5.000 euro bijvoorbeeld al uitkomt. En dat wordt voor filmmakers al een veel bereikbaarder camera. Dus ja. Jij zegt wat wij doen is de 360 graden video, maar het is dus ook als iemand een VR-omgeving wil maken die helemaal die niet bestaat, zeg maar. Dan moet het eigenlijk niet met jullie tool zijn. Maar jullie is het wel gebaseerd op film, op bestaande omgeving, bestaand materiaal. In principe zijn we daar nu mee bezig, maar je hebt natuurlijk gewoon wat men noemt, je hebt CGI, dat is meer de computer generated imagery. In principe kan je daar ook mee video's gaan maken. Dus je zou ook daarmee van ons platform gebruik kunnen maken. Dus het hoeft niet per se de echte wereld te zijn. Wij gebruiken het nu wel omdat CGI is een heel erg kostbaar iets. Ik bedoel, het is iets wat ze in Hollywood heel veel gebruiken, maar daar zijn miljoenen producties. Mm-hmm. Wij gebruiken nog veel 360 graden video. Verrijken dat af en toe wel met CGI. Maar je zou een volledige omgeving, een volledige 3D-omgeving kunnen hebben. Dus dat je ook in de ruimte bent of ergens anders. Ja. Ja. En hoe lang zijn jullie bezig? Nou, dit is ons derde jaar. Dus we zijn eigenlijk het eerste jaar was ons validatiejaar. In het tweede jaar zijn we begonnen met de bouw van het platform. En dit is nu eigenlijk het start van ons derde jaar. In januari was het start. Ja. En we zijn nu echt op weg met dus die partnerships, dat we ook exponentieel kunnen groeien. Dus dat we niet alleen maar zelf producties draaien, maar ook een andere platform software. Platform in feite geschikt is voor mensen om zelf hun eigen producties op te draaien. Exact. Ja. En hoeveel zijn jullie? Want jij bent de Chief Technology Officer. Hoeveel, ja, dat klinkt al zo mooi, hè? Van Zalle heb je onder je? Ja. We zijn nu, met 12 man. Een mooi team. Ja. Dus daar zijn we echt heel erg trots op. Ja. Want we doen het uiteindelijk met z'n allen. En we hebben echt, echt wel die visie om onze software echt wereldwijd En hoe financieren jullie dat? Want 12 man zijn duur. Ja, dat is natuurlijk, zijn we een start-up. Dus we zijn altijd bezig met onze kosten drukken. Ja. Wat wij dus nu doen is dat we dus services leveren. Dus wat ik net aangaf, dus die trainingsindustrie. Ja. We hebben echt getarget van daar kunnen we trainingen maken. En dat is gewoon betaald. Ja, precies. En dat geld stop je terug in je platform. Dat stop je in het platform. Heb je externe financiering nodig gehad? Nog niet. Oké. Okay. En daar zijn we ook best trots op. Ja. Tegelijkertijd zijn we wel aan het kijken om een eerste financieringronde te gaan doen. Ja. Omdat we wel geloven snel te kunnen groeien? Omdat we heel graag, eigenlijk hebben we heel veel plannen, ambities. We hebben een gigantische roadmap van functionaliteiten die we in ons platform willen stoppen. We hebben een team van 12 man, maar dat is nog niet voldoende voor ons. Ja. Waarvan ongeveer de helft dan echt programmeurs is. Om die ambities waar te maken, om sneller te kunnen groeien, willen we kijken of we kapitaal kunnen aantrekken. Maar tegelijkertijd ook wellicht de juiste kennis, de juiste partijen die ook niet alleen... Dus het is niet alleen geld, het is ook netwerk. Ja. Want dat is het fijne, dat we in ieder geval in die positie zitten dat we het niet per se nodig hebben. Ja. Dus Maar nu zit je eigenlijk dus in een fase omdat jullie nog allerlei rollen spelen voor bedrijven.
Je hebt, neem ik aan, nu ook mensen die bij jullie werken die verstand hebben van video, van verhalen vertellen met video, et cetera. Exact, ja. 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 Maar als je naar de lange... dat is nu nog even nodig. Ja. Maar op de lange termijn zijn jullie, is het belangrijkste wat jullie zijn als een softwareplatform. Absoluut, ja. Ja. En maar wat wij heel belangrijk zien, daar zijn we ook heel erg mee bezig, is om echt een community om ons platform heen te bouwen. Dus je hebt het precies helemaal goed. Je hebt verschillende expertise's nodig om een goede VR-experience neer te zetten. En daar willen we een community van bouwen. Dus denk aan dus 360 graden filmers. Maar ook aan dus narrators, denk aan mensen dan als een trainingswereld gaat aan learning experts die heel goed weten hoe moet je een training maken. Maar het kan ook vanuit de marketinghoek zijn. Dus als wij een community om dat platform heen weten te bouwen en daar goed contact mee houden. Want de kracht van wat we nu hebben is ook dat we heel veel kennis uit onze projecten halen en dat in ons platform stoppen. We zullen dat dan minder gaan doen, maar dan zullen we wel een transitie moeten maken naar... dat we wel heel erg in contact staan met onze gebruikers. Ja. Dat is eigenlijk ons bestaansrecht gelijk. En dat moeten we dan ook zo houden. En als jij droomt en je denkt van... goh, kijk eens 2 jaar vooruit. Wat is jouw droom? Waar wil je staan? Nou, ik heb absoluut hele mooie dromen. Eén daarvan, als het hier om gaat, is... het lijkt me heel gaaf als ik op een gegeven moment de experience zie... En dat ik dan later, en dat ik denk van wauw, dat is een gave experience, dus in VR. En dat ik dan later achterkom dat het met onze software is gemaakt. Ja. Dus dat lijkt me echt heel gaaf. Of bij wijze van dat je in de media iets hoort over echt een hele gave experience. En dat je dan erachter komt dat het met je eigen platform is gebouwd. Powered is by Warp Industries. En dat zou gaaf zijn. Ja. Het draait natuurlijk uiteindelijk om de partijen die het gebruiken, maar... Dus dan zou ik het stiekem mooi vinden dat ze gebruik maken van onze software. Welke opleiding heb jij gevolgd? Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Daarvoor technische bedrijfskunde. En ik heb mezelf meer in de IT-hoek geduwd. Terwijl ik altijd als jong kind bezig was met computers. Mezelf leren programmeren. Maar ik vind die combinatie van ook de echte wereld, van hoe zit het bedrijf in elkaar met... IT vind ik super interessant. Ja, maar CTO-stuk, jij bent dus voor een belangrijk gedeelte, heb je dat jezelf aangeleerd? Zeker. Het technische stuk wat je nu doet. Maar dat is eigenlijk wat ik heel veel zie, ook bij onze programmeurs, is dat heel veel van de mensen die wij aannemen, zijn helemaal niet opgeleid in computer. Ze hebben geen computer science opleiding. Toevallig wel eentje, die is daar cum laude in afgestudeerd. Ja. Heel gaaf. Maar het is niet een voorwaarde dat je een goede programmeur bent omdat je een opleiding hebt gevolgd. Ja. Het kan je helpen. En we zien toch dat er heel veel goede programmeurs zijn zonder die opleiding. Ja. Zolang ze maar het juiste denken hebben. Ja, mooi. Ja. Oké, hey, dankjewel. Binnenkort komt die nieuwe bril van Facebook. Hey, worden die brillen ook een keer kleiner, of niet? Er zit ook geen rem. Nee, de bril van Facebook, daar, als je kijkt gewoon wat ze tot nu toe hebben getoond, is die heel erg vergelijkbaar met de Gear VR. Alleen hij is veel ergonomischer, zit veel fijner, prettiger. Is helemaal gefocust op VR, er zit heel veel functionaliteit niet in. Hij is wat lichter ook, wat het comfortabeler maakt. Een van de fijne dingen is ook in principe dat je, doordat het helemaal stand-alone is, ben je niet afhankelijk van je telefoon. Want veel mensen vinden het toch ook fijn om nog te kunnen bellen. Dankjewel. We gaan je in de gaten houden. Ja, super bedankt voor de kans om hier te komen. Ja, en, ik ga ook jullie in de gaten houden. Hou ons in de gaten, man. Ja. Hey, dank voor het kijken. En bedanken zoals altijd Freedom Lab van waaruit we uitzenden. Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. We zijn er iedere dinsdagavond. Dus volgende week natuurlijk ook. Dag.